Hebben een vraag. We hebben meerdere vragen, maar eentje die wel hierbij past. Marloes en Thijs vragen, kan je hem helemaal uitschenken? Goeie vraag, ja zeker. Bieren met nagisting op fles. Het antwoord, ja, je kan hem helemaal uitschenken. Ja, dat maar. Sowieso. Maar de gist die onder in het flesje zit, heeft zelf ook smaak. En op het moment dat je hem helemaal uitschenkt, zal de smaak van je bier ook veranderen. Het zal waarschijnlijk wat romiger worden. Het zal waarschijnlijk wat voller in body worden. En dat doet echt wel wat met de smaak. Een leuk gebruik in België. Als je in een klassiek Belgisch café gaat zitten en er staat iemand achter de bar die echt veel van bier weet, dan zou die de Duvel die hij bijvoorbeeld voor je uitschenkt, of de Orval of de Westmalle. Westmalles, wat allemaal bieren zijn met nagisting op fles, zou die, als het goed is, ongeveer 85% voor je uitschenken in het glas. Dat voor je neerzetten. Dan heb je, als het goed is, als die goed bewaard is, een mooi helder bier. En daarna het troebele laatste beetje gist loszwenken in de fles en dat in een klein glaasje apart daarnaast zetten. Zodat je zelf kan kiezen of je het gist in je glas erbij gooit of niet. Want het doet echt wel iets met de smaak. Voor de mensen die het willen proberen, dit bier is niet het beste bier om het te proberen. Klopt. Omdat het al heel veel gistsmaken heeft en al heel veel lagen heeft. Als je het thuis wilt proberen, en we hebben allemaal tijd zat nu natuurlijk, koop een Duveltje. Ik persoonlijk heb bij Duvel altijd het meeste effect van het laatste beetje gist wat onder in de fles zit. En schenk het flesje half uit en dan zal je merken dat het eigenlijk een kraakhelder blond bier is. Wel belangrijk dat je het flesje rechtop in de koelkast zet en voorzichtig uit de koelkast pakt. En als je dan, als het zeg maar uit de boodschappentas komt en je hebt het in de koelkast gezet, pak het dan niet na een kwartier weer eruit. Laat hem gewoon even een paar uur tot rust komen. Want dat gist dat zweeft rond in dat bier. En dat heeft even de tijd nodig om weer onderin te gaan liggen. Maar doe dat met een Duvel. Schenk de helft uit. Zwenk hem daarna. Schenk de andere helft uit. Dan zal je allereerst al zien dat de tweede helft enorm troebel is ten opzichte van de eerste helft. En een enorm smaakverschil. Echt, zeg maar, de heldere helft zal fris zijn en wat meer hoptonen bevatten en veel dorstlessender zijn. En de tweede helft heeft weer wat meer diepgang, wat meer body, klein beetje romigheid. Dus kan je het flesje helemaal uitschenken? Jazeker, maar het heeft effect op de uiteindelijke smaak van het bier. Wel een leuke test. Leuke test, ja zeker. Verder nog een vraag over Orval. Nee. Andere vragen? Zullen we dan vragen over het brouwproces? Ja, zullen we anders een kort brouwproces doen en dan een kleine plaspauze? Ja, we gaan het even. Ik ga even in vogelvlucht. Ja, de kaas, ja, de kaas mag op, jongens. Goeie vraag. Dankjewel, Marloes. Bij dit bier. Ja. Het is een lekker kaasje. Het is een interessante pairing. Hij is nu echt op goede temperatuur om te eten ook. Ja. Dus hij heeft niet meer, zeg maar. Het is super belangrijk om kaas op kamertemperatuur te eten. Want als een kaas te koud is, laat hij niet al zijn smaken los. En neem je alleen maar de vetten waar. En op het moment dat een kaas te koud is, is die nog veel compacter. Is die heel veel steviger. Moleculenverhaal. Weet je, op het moment dat het koud is, dan doen wij ook. Wij trekken onszelf in en we houden ons armen dicht bij ons. Als je denkt aan hoe moleculen naast elkaar zitten, op het moment dat het koud wordt, doen ze dat ook. Die komen allemaal naar elkaar toe. De enige uitzondering is water, maar dat is een heel ander verhaal. Andere proeverij. Maar bij de vetmoleculen zullen naar elkaar toe komen en je hebt een veel steviger blokje kaas. Daarom is een warme kaas met de kaasschaaf schaven is ook bijna niet te doen. Maar als je hem zo eet, dan zeg maar, hij smelt bijna in je mond weg op het moment dat je erin bijt. Het is echt heel lekker kaasje zo.